Want we zijn natuurlijk benieuwd naar hoe de premier het zelf heeft ervaren. En daarom vingen onze verslaggevers hem op toen hij naar buiten liep. Het is gewoon een heel gezellig programma, maar daar vind je niks van. Nee, dan moet ik het ooit gaan terugkijken, maar ik had in ieder geval plezier. Dus. Het was milder dan de vorige keer, viel u dat ook op? Nou ja, weet ik niet. Ze zijn er kritisch. Alleen het leuke van het programma is natuurlijk dat het nu ook niet in verkiezingstijd is. Dus dat ze misschien iets minder scherp hoefden te zijn dan zo vlak voor die verkiezingen. Wanneer is de volgende keer? Nog voor de zomervakantie of niet? Nee, niet voor de zomervakantie. Maar wel, ik kom graag weer een keer terug. Het is erg leuk. Wat doet het met uw populariteit? Ik zou het niet weten. Maar als je daar de hele dag over nadenkt, joh, dan word je ook gek. Nou, hij heeft een heerlijke avond gehad. Ja, je ziet, als je hem inderdaad wat langer kent en je ziet hem zo reageren, dan heeft hij het idee dat hij deze avond aan zijn lijst successen kan toevoegen. Want vrij ontspannen uit de uitzending. Ik denk ook inderdaad, ik heb ook gekeken, het was. Het was allemaal wat tammer. Er zat meer in de spanning op natuurlijk vanwege de verkiezingen die er nu niet zijn.